Verleden week zaterdag vond in Glasgow het wereldkampioenschap karate plaats. Een gebeurtenis die ook in Valkenburg niet onopgemerkt is gebleven. Tanja Jansen uit het Valkenburgse behaalde er namelijk op het onderdeel kata een geweldige prestatie. Achter de onaantastbare Japanners en Canadezen veroverde zij de bronzen medaille. Reden genoeg om haar aan het woord te laten over deze bijzondere gebeurtenis. Ik ben actief geweest op het WK in het onderdeel kata. En kata is een schijngevecht. Dat wil dus zeggen dat ze een gevecht uitbeeldt met een denkbeeldige tegenstander. Dat wensen we wel altijd, hè? Nee, dan nog. Je hebt een bronzen plak, geen gouden plak. Ja, is dat zwaar? Dat is inderdaad lichamelijk heel zwaar, omdat dat toch heel explosief is en dat ze toch continu in een diepe standen moet blijven staan. Dan is die prestatie eigenlijk nog veel groter, hè? Want je had toen in Brezen. Ja. En eigenlijk, had ik me dat te vertellen, mocht ze gaan deelnemen in een glazen omdat ze heel ernstig geblesseerd is. Ik heb inderdaad een meniscusscheur in de pols, al van de behandeling bij de orthopeed. Let's nog 4 weken gips gehad, maar toch ondanks dat door de pijn heen blijven trainen en toch deelgenomen aan het WK. En was je pijnvrij? Heet dat met pijnstillers of had ze inderdaad afgezien? Ik mag op het WK de brees sneden, dus ik heb hem ingetaped en toch door de pijn heen gegaan. Ja. De meniscusscheur, heb ze nog met je sport opgelopen? Ja, in een training. 3 maanden geleden ongeveer. En wie kunt zo gaan? Ik hou hem eens vast en hij draaide weg. En ja, hand kon klein te zitten, dus ik kost niet meer de hoed. En toen draaide er eigenlijk hem, hij klapte dubbel. De sport beoefent ze maar lang? Ik ben begonnen toen ik 7 jaar was. Gestopt toen ik 16 was, in verband met knieblessures. En 3 jaar geleden, toen ik 22 was, weer begon. En wat is die volgende doel? Mijn volgende doel? Ik wil sowieso graag mijn tweede dan gaan behalen volgend jaar. Ook op het gebied, ook op onderdeel kata? Nee, gewoon het totale pakket, ja. We weten nog wat wedstrijden tussendoor. Maar het belangrijkste nu vind ik eerst even mijn pols erop te herstellen. Wie wordt, wie ze toekomst na afloop? Houdt ze veel supporters bij? Wordt gezellig? Wordt jubelstemming? Mijn ouders komen mij onverwachts ophalen op het vliegveld. Dat was wel leuk natuurlijk, om in alle stand te zien. En we komen heel laat aan, 11:30 s'avonds. Dus het wordt meer de dag ten orde dat ik bezoek hou, dat familie langskomt, om te feliciteren. Ja. Ja.